Goedemorgen allemaal. Hi. We zitten in de auto en kijk. We zitten naast de Rijn. Geen kindjes. Oh ja, we rijden langs de Rijn. Nou, daar kijk. Rijn. Ik ken het lied niet. Ik weet niet. Het is ook een stom lied. Ik kan niet eens lied over, hè? Ja, er is zo'n lied over de Rijn. Geen idee. We zijn op weg. Nou, we zijn in Duitsland al. Jongen, wat een weg. Hebben jullie het even een beetje door? Sorry. Het is ook een heel... Ik weet niet wat het is. Ik weet niet waarom Waze ons hier naartoe heeft gestuurd. Ja. Misschien is er iets gebeurd of zo, want normaal rijden we een andere route. Maar goed, nu rijden we dus hier zo in het groene landschap van, ik weet niet waar, Duitsland. Het groene landschap van, ik weet niet waar. Nou ja, Emmerich of zo, volgens mij. En we wilden eventjes gaan shoppen, even lunchen, even kletsen en zo. En de kinderen wilden niet mee, dus die zijn thuis. Die houden niet van winkelen en shoppen en kletsen. Nee, precies, die willen het niet. Wij hebben wel, zeg maar, eventjes nog wat dingetjes. Want over hoeveel dagen gaan we naar Amerika? 43 dagen, hè? Jawohl. Dus er zijn een paar dingen die we nog echt even moeten regelen en doen en zo. Dus dat hebben we er net even besproken. We zijn allebei een beetje zenuwachtig aan het worden, of niet? Ja, jij niet meer doen, dan ik. Jij niet doen alsof je niet zenuwachtig bent. Jij meer dan ik. Nou, dat valt nog wel mee. Oké. Okay. Jij bent net zo zenuwachtig op dit moment als ik. Oké, is goed, schat. We doen alles samen, ook de hoeveelheid zenuwachtigheid. Ja, maar ja, jij zat er net zo. Anyway, we gaan even naar de DM en we gaan even naar de supermarkt, even naar de Kaufland of zo. Waarom gingen we eigenlijk naar Duitsland? Want ik moet mijn haren verven. Ja, dan moet jij haarverf kopen in Duitsland. Ja, maar ook gewoon gelijk 5 pakken. Jawel, is ook in Nederland. Maar het is toch ook even gezellig? Oh, dat is het. Oké. Vind je niet? Zeker. Want ik bedoel, het klinkt nu alsof je het niet gezellig vindt. Zeker wel. Ik heb zin in lunch. Ja, ik heb zin in lunch. Ik heb nog niks gegeten. Dus het is sowieso... heb ik af en toe eens even van die... dat ik denk van, oh, val ik flauw? Val ik niet flauw? Jij hebt wel wat gegeten. Nou ja, goed. Een klein bordje cornflakes. Nou, Oké. Nou ja, dat is ook niet echt ontbijt, hè. Nou goed. Anyway. We nemen jullie weer mee zo direct. Of nu. Of de net. Nu al. En dan... De volgende scène. Ja, precies. We hebben dan zo direct weer een volgende shot. Dus... Nou, we zijn weer thuis en we hebben ook niks gefilmd daar. Ja, en dan denk je van ja, waarom nou niet? Maar ja, we zijn even in de winkelstraat geweest, in de DM en naar een supermarkt. En dat was het. En we hebben er gewoon helemaal niet aan gedacht om de camera te pakken. Nou ja, alhoewel, ik heb er wel aan gedacht. Maar toen dacht ik, ja, moet ik nou dit gaan filmen? Ik weet niet. We hebben net een apart filmpje opgenomen van de boodschappen die we hebben gedaan. Ik ga morgen een filmpje opnemen van de dingen die ik bij de DM heb gekocht. Maar ze zijn een beetje standaard, maar ik ben er wel heel erg blij mee. We hebben vandaag familiefilmavond, we hebben dat net even besloten. Dus heb ik snacks gekocht en ik ben nu soep aan het maken. En, want het moet altijd gecompenseerd worden een beetje. En hier is Mika. Dag Mika. Hallo, kijk. Overwatch. Oh. Ik ben Genji. Genji vind ik de beste. Kijk, hij kan double jump, hij kan dit doen en zo. En nu val ik hem down. Oké. Zelfs. Mika heeft zijn eerste schietspelletje gekregen en ik heb daar gemengde gevoelens bij, want ja, ik hou daar niet heel erg van. Maar er is verder geen bloed en weet je, dus en op een gegeven moment ze worden wat groter, dus ja, ach en wee. Anyway, ik ga even naar mijn soep kijken. Hallo allemaal, het is alweer de volgende ochtend, maar ik wilde nog even de vlog afsluiten. Gisteravond was ik erg verdrietig en... ja, ik moest huilen en ja, die kinderen die waren echt helemaal zo van, oh, mijn hemel, mama huilt. Weet je, soms ben ik gewoon verdrietig. Hoe zal ik het eens zeggen? Ik ben heel gelukkig met mijn gezin en met mijn man en we hebben een goed huwelijk. En weet je, alles gaat gewoon goed en soms mis ik gewoon iets in mijn leven. En dat heeft niks met hem te maken of met het gezin of dan voel ik me gewoon een beetje... Ja, ik weet niet, eenzaam. Nou, eenzaam is misschien een beetje een overstatement. Maar ik kan me behoorlijk leeg voelen op bepaalde momenten. En dat zorgde ervoor, of zorgde gisteren voor dat ik heel erg verdrietig was. En dus ook geen behoefte had om de camera echt nog te pakken. Zoals jullie waarschijnlijk wel begrijpen. En we hebben wel nog met de kinderen een film gekeken. Eerst, Mark die wilde heel graag gewoon eens een keertje zo'n spannende film. Dus hij had Jaws opgezet. Nou, echt na 5 minuten hebben we hem weer uitgezet. En toen hebben we een soort familiefilm gekeken. Ook weer zo'n film die waarschijnlijk niet heel erg bekend is. The Road to Tabitica.
Ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens. Maar goed, het was wel een. Ja, het was ook een verdrietig film trouwens ook weer. Maar ook een familiefilm die we gewoon goed kunnen zien met z'n vieren. En ja, Mika trekt dat soort dingen gewoon niet en terecht. Weet je, ik bedoel, hij is bijna 11 en hij hoeft dat soort films nog niet te zien. We hadden alleen zoiets van: oh, we gaan naar Universal Studios en dan heb je ook zeg maar Jaws the Ride. Dus we hadden zoiets van: ah, dat gaan we de film. Weet je, soms denk je een beetje gek. En ja, dan. Maar goed. Anyway, hij heeft goed aangegeven. Hij was echt heel erg geschrokken. Want ook in de eerste 5 minuten gebeurt er natuurlijk ook iets. Dus hij was heel erg geschrokken. En toen hebben we gewoon besloten om die film af te zetten. Natuurlijk. Ze zegt: wil je doorkijken of niet? Ja, ik weet het niet. Dus ik dacht van: nou, oké, als jij het niet weet, dan weet ik het wel. Klaar ermee. Dus. Maar goed, dat was een beetje wat er gisteravond dan nog is gebeurd. En ja, het gaat nu ook gewoon beter. Beter wil ik niet zeggen. Het is niet dat ik me opeens minder leeg voel of zo. Dit gevoel heb ik al heel erg lang. Meestal is het gewoon op de achtergrond. En soms komt dat gewoon weer op. En ja, it happens. It happens. Maar goed, ik wilde dus toch nog even de vlog afsluiten. Dus bij deze, smile for pretty.